Vandaag bezoek op het Kleurrijk van minister Schouten. Kinderen die niet kunnen ontbijten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, het is ongelooflijk belangrijk dat kinderen gewoon een volle maag hebben als ze ook naar school toe komen. Juist om te zorgen dat ze ook goed kunnen leren. Maar we zien helaas dat dat steeds minder het geval is. Dat er steeds meer ouders in de problemen komen. Of dat het ze gewoon niet lukt om meer voldoende geld te hebben om die boterham te geven. Daarom zijn we hier vandaag onder andere bij Kleurrijk. En hier worden nu ook op school boterhammen uitgedeeld. Wanneer je naar de dokter gaat, krijg je een pilletje. Maar wanneer de minister komt, hoopt men op zakken met geld. Hoe werkt dat? Nou, we hebben juist nu net met het Jeugdeducatiefonds afgesproken dat we sowieso 500 scholen gaan voorzien ook van schoolontbijt. Dat doen we ook samen met het Jeugdeducatiefonds met de vrijwilligers. Want we willen ook niet dat alles op de leraren aankomt, want die moeten gewoon lesgeven. En we kijken ook ondertussen nog wat er nog op andere scholen nodig en mogelijk is. Om op die manier te zorgen dat kinderen gewoon ook echt met een volle maag naar school kunnen en gewoon kunnen leren. Nou is de rol van de ouders in deze heel belangrijk. Het schaamtegevoel speelt een rol. Wat adviseert u ouders wanneer hen dat overkomt? Nou, er is echt hulp. En mijn oproep is altijd van zoek ook hulp als je echt niet meer weet wat je moet doen. Dat kan op veel plekken, maar vaak is er ook nog wel bijvoorbeeld op school ook nog wel iemand die weet wat voor mogelijkheden er zijn. Of bij de gemeente. Ten slotte, de regering, om het maar zo te zeggen, geeft geld uit aan veel dingen. Oorlog in Oekraïne speelt een rol, de armoedecrisis speelt een rol. In hoeverre is het dan toch voor u lastig om geld los te krijgen? Nou, we hebben nu juist voor het najaar natuurlijk dat we het energieplafond ook gaan doen. Daarmee hopen we ook de energieprijs echt wel te gaan dempen. Want dat is de grootste rekening nu voor steeds meer mensen aan het worden. En we hebben daarnaast ook heel veel andere maatregelen om te zorgen dat, dat wel het inkomen van mensen ook nog omhoog gaat. Want dat is ook nodig in deze tijd. Zo'n extreem hoge inflatie, nou, dat kunnen we niet helemaal voorkomen, maar we moeten wel kijken wat we kunnen doen om mensen daar enigszins in tegemoet te komen. Nou is het ontbijt het begin van de dag, maar stel dat er dadelijk geen geld is om 's avonds te eten. Moeten scholen dan een soort restaurant worden? Nee, het is niet zo dat we nu scholen alle problemen op hun bord gaan gooien. Het is echt de bedoeling dat we gewoon hier zorgen dat de kinderen een goede dag hebben. En dan is een goed ontbijt een goede vereiste. En daarnaast proberen we natuurlijk door te zorgen dat bijvoorbeeld de lonen omhoog gaan of de uitkeringen omhoog gaan. Dat de ouders zelf meer in staat zijn om bijvoorbeeld ook 's avonds nog een warme prak op te dienen. Maar we kunnen niet alles op het bord van de school gaan laten. Maar het is wel winst dat deze kinderen hier gewoon wel met een gevulde maag aan de les gaan. Maandagochtend vroeg, Carlijn Kroon is de directeur van basisschool Het Kleurrijk in Schiedam-West. Die krijgt vanochtend bezoek. Wie komt er langs? De minister van Sociale Zaken komt langs, de minister Carola Schouten. En wat komt ze doen? Zij komt ons schoolontbijt openen. Vanaf nu hebben we door een subsidie de mogelijkheid om de kinderen schoolontbijt te geven. En waarom schoolontbijt op school? Ja, school is er om te leren, maar in de maatschappij hebben we gemerkt dat kinderen te weinig ontbijt krijgen, ook door het stijgen van de energierekeningen. En daarom krijgen scholen de mogelijkheid door een subsidie om schoolontbijt te regelen. Nou, is dat wel een hele belasting voor de docenten op school? Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, onze regel 1 is, voor de docenten mag het geen belasting zijn. Want docenten zijn er om onderwijs te geven. Dus wij hebben gelukkig vrijwilligers en ouders die hierbij willen helpen. Maar goed, er moeten toch spullen gekocht worden. Hoe gaat dat geregeld worden? Ook door de vrijwilligers en de ouders die ons willen helpen. Want docenten gaan dat niet doen. Docenten zijn er echt voor het onderwijs. En is het de bedoeling dat alle kinderen dan komen ontbijten? Alle kinderen mogen komen ontbijten. Dus in elke klas staan stapeltjes met gesmeerde boterhammen. En wie wil mag pakken. Wij gaan niet beoordelen wie er wel of niet ontbijten kan. Wij gunnen iedereen een ontbijtje en als je trek hebt mag je nemen. Ook aanwezig is Hans Spekman, hij is van het Jeugdeducatiefonds. Hans, wat is jullie rol in de ontbijten voor kinderen die thuis niet kunnen ontbijten? Nou ja, wij werken samen met deze scholen. Dus wij werken samen met 500 scholen in Nederland waar allemaal kinderen opgroeien die in relatieve armoede zijn. En wij maken het dus mogelijk voor de scholen. Maar de scholen... En wat voor opzicht maak je het mogelijk? Financieel opzicht. Dus de school die maakt al heel vaak gebruik van het Jeugdeducatiefonds. Dat kan zijn voor een bed, kan zijn voor een laptop, kan zijn voor extra ondersteuning in de les of voor een bril. En nu is het ook voor ontbijt.